Na 1 jaar regering Santokki Brunswijk is het belangrijkste dat we als land nog overeind staan. Woorden van minister Bronto Somoharjo van Binnenlandse Zaken in verband met het eerste zittingsjaar van de huidige regering. Hoewel er problemen zijn, gelooft hij nog steeds dat deze regering het land uit de crisis kan halen. We zijn misschien een beetje gekanteld, maar we zijn nog niet gevallen en we gaan ook niet vallen. Kijk, deze regering heeft niet overgenomen als business as usual. Het is een regering die crisissen op crisissen heeft overgenomen. Een coronapandemie, een financiële crisis. Dus of ik tevreden ben, ik ben iemand waarvan ik tegen mezelf zeg, hij kan altijd beter. Maar ik ben wel tevreden met de manier hoe deze regering de crisis handelt. Ik ben ervan overtuigd dat we samenlijk uit de crisis gaan komen, dat het langzaam gaat, maar dat het wel steeds beter wordt. Het blijkt nu nog niet, dat weet ik ook. Ik sta midden in die samenleving. Ik regeer niet vanuit mijn kantoor. Ik ben op het veld. Ik weet dat heel veel mensen ontevreden zijn, maar ik probeer ze ook uit te leggen. We gaan eerst die bittere pil moeten slikken voordat het verlichting gaat komen. Na een jaar deel uit te maken van het regeringsteam zegt Somoharjo dat de eenheid nog even sterk is onder de diverse partijen die de regering vormen. Hij geeft toe dat er wat oneenigheid kan zijn, maar dat is volgens hem niet op de eerste en tweede lijn. Tot nu toe vind ik vooral in de top, de eerste lijn, tweede lijn, dat de eenheid er is. Er kan onrust ontstaan bij de derde, de vierde, de vijfde lijn. Maar daar moeten wij mee praten. Wij moeten de mensen uitleggen. Er is op dit moment geen ander alternatief dan deze partijen. Het volk heeft ons een jaar geleden gekozen. Het volk heeft geloof gehad in het feit dat wij ze uit de crisis gaan halen. En wij vragen om ons die ruimte te geven. Wij horen de ontevredenheid, maar we blijven met de mensen praten. En dat is ook onderdeel van ons als regering. Blijf met de mensen communiceren. Leg ze uit wat je doet. Leg ze uit waar je naartoe komt. Leg ze uit waar je vandaan komt. En niet opgeven met praten. Ik ben ervan overtuigd. Laten we met z'n allen die bittere pil slikken. Laten we met z'n allen solidair zijn. Daar is ook het feest van Eid al-Adha straks voor. Op een dag, en die dag gaat niet te lang duren, ga je zelfs verlichting zien. Want weet wel, als wij geen maatregelen hadden genomen, hadden we de ambtenaren niet kunnen betalen. Als we geen maatregelen hadden genomen, hadden we geen AKB kunnen verhogen, AOV kunnen verhogen, sociale premies kunnen verhogen. Hadden we veel niet kunnen doen. Als we de maatregelen niet hadden genomen, en dat is een rapport gedaan door een onafhankelijk instituut, was de koers vandaag 1 op 60. Minister Bronto Somoharjo van Binnenlandse Zaken. Hij benadrukt dat alle maatregelen die nu worden getroffen bedoeld zijn om het volk uit de crisis te halen.